Welkom bij ANVR-TV en goed dat u weer kijkt. Wij gaan het even hebben over het ANVR-congres, wat van 14 tot en met 17 november wordt gehouden in Dresden. Frank, hoe gaat het met de inschrijvingen om daar maar eens mee te beginnen? Nou, goed nieuws is dat men zich nog kan aanmelden. Nee, we zien hetzelfde beeld als vorig jaar. Dus op dit moment zijn er 60, 65 aanmeldingen. Ja. En dan moeten er natuurlijk nog veel meer worden. En die komen ook, want als ik mensen spreek, dan zeggen ze ja, natuurlijk komen we. Alleen we boeken nog niet, want we zijn net consumenten. Dat boekt altijd heel laat. Ja. Maar dat is, ja, goed, het is afwachten. Ik ga ervan uit dat we het gewoon vol krijgen. We hebben 250 plekken gereserveerd en die gaan ook komen. We hebben het natuurlijk al een paar keer gehad over het ANVR-congres. Eén ding wil ik er even uitlichten. Thema is anders. Ja. Eén ding wat ook anders is, is de Travel Power Speeches. Ja. Kun je daar nog aanmeldingen voor gebruiken? Nou, eigenlijk zitten we vol. Mensen kunnen zich nog steeds aanmelden. Mm-hmm. En we gaan ook even selecteren, want we zitten nu echt, we zitten vol. We hebben eigenlijk maar ruimte voor vier, vijf. Sprekers van 10 minuten. En we zitten nu al boven dat aantal. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Zeker na de laatste publicatie is dat heel snel gegaan. En daar ben ik heel blij mee. Want het blijkt gewoon uit dat mensen toch geïnteresseerd zijn om hun verhaal daar op dat podium te vertellen. Men kan ze nog aanmelden, maar dan moet het wel een heel goed verhaal zijn. Goed, en dan gaan we kijken wie er allemaal zich aangemeld hebben. En dan wordt er een keuze gemaakt uit die vele aanmeldingen. Ja, precies. En de keuze is meer van, het moeten niet vijf dezelfde verhalen zijn. Dus het moet een beetje vanuit andere uitgangspunten, andere invalshoeken. Het is voor ons ook de eerste keer. Daar moeten we nog een beetje mee spelen. Ja. En kun je al iets zeggen? Je hebt al het een en ander verteld over de sprekers. Even kort in notendop. Ja. Nou, ik denk dat we nog nooit zo'n line-up hebben gehad. Ik denk niet dat er congressen zijn die, en dat zeg ik hier echt bewust, congressen zijn waar je zoveel gerenommeerde sprekers op één congres bij elkaar hebt. Dat kost wat moeite, daar steken we ook heel wat tijd in. Namen. Mathieu Weggerman is professor, dokter, ingenieur, innovatiemanagement. Nou, ik geloof niet dat we ooit iemand hebben gehad met zoveel titels. Maar behalve dat hij academicus is, kan hij ook een ontzettend goed verhaal vertellen over innovatiemanagement en over het nieuwe leiding geven en hoe doe je dat met nieuwe generaties. Hartstikke interessant verhaal. We hebben Martijn Aslander. En Martijn is hij noemt zichzelf een lifehacker. Nou, je moet maar eens kijken, hij heeft een prachtige site, lifehacking.nl. En die gaat ook vertellen over anders ondernemen. Hoe ga je nou op een andere manier met mensen om? Hoe ga je op een andere manier met je bedrijf om? Hoe zet je dat op een andere manier dan in de markt? Nou, dat past natuurlijk perfect in het thema dat we hebben. Ja. Waar ik zelf zeer naar uitkijk is Wiet de Bruin. En Wiet is CEO, eigenaar van VBK, Veen, Bos en Keuning uitgeverijgroep. De grootste uitgever op algemeen gebied in Nederland. Geeft werken uit van Herman Koch en van Stephen King en van Jamie Oliver. Echt een grote naam. Ja. En wat wij zagen toen we met elkaar spraken, is dat er heel veel parallellen zijn tussen de uitgeverijen in relatie tot boekhandels en onze reissector. Dat is echt hartstikke leuk om dat te zien. Ja. En hij kan daar heel boeiend over vertellen. Hij heeft natuurlijk ook wel eens een keer zijn neus gestoten, maar hij heeft ook zijn succesverhalen. Hij wil de grootste uitgeverijgroep in Europa worden. Nou, die parallellen en om zijn verhaal, daar kijk ik echt naar uit. Nou, dat zijn er maar drie, maar we hebben nog veel meer. Ja, want binnenkort zijn er ook weer aanvullingen te zien op de website. Dus als mensen zich willen inschrijven en zeker het programma even bekijken, kijk op www.anvrcongres.nl.